De oorlogsverklaring aan het terrorisme doet denken aan de middeleeuwse kruistochten. Ook nu wordt de strijd aangebonden met moslims. Maar het gaat dit keer niet om de verdediging van het christendom, maar om de verdediging van het kapitalisme. Vandaag gaan we kijken naar de middeleeuwse kruistochten. En vooral naar wat de Groningers ermee van doen hadden. En het lijkt mij dat het Groningen Museum dé plek is om daarover iets te weten te komen. Eigenlijk is er in het hele Groningen Museum niets wat direct met de kruistochten te maken heeft. Of het moet al deze munt zijn, een Arabische munt uit de 12e eeuw, die gemaakt is in opdracht van kalif Abu Yaqub Yusuf en die in het Groningse Wirdum is gevonden. Het is een dinar en van dit soort gouden Arabische munten zijn er in Noord-Nederland en Noord-Duitsland meerdere gevonden. En ze werden vermaakt tot mantelspeld. Het ijzeren speldje is vergaan in de loop van de tijd. En dan werden ze gedragen met die Arabische tekens erop. Leek het natuurlijk wel alsof de drager ervan op kruistocht was geweest. Maar volgens de laatste ideeën is dat helemaal niet zo. Zijn deze munten gewoon massaal hier ingevoerd? Paus Urbanus II riep de westerse ridders en vorsten in 1095 op tot een kruistocht. Onder het motto Deus lo volt, God wil het, moest Jeruzalem worden heroverd op de moslims. In 1099 lukte het Godfried van Bouillon de stad in te nemen. Het was het begin van een reeks van in totaal 8 kruistochten. We zijn even de stad uitgegaan, want hier, direct buiten de stad, liggen de herinneringen aan de kruistochten. In 1214 trok Olivier van Keulen door het Groninger land om de kruistochten te prediken. Overal hield hij geestdriftige redevoeringen en riep de zondaars op om een plekje in de hemel te veroveren door te offeren in de kerk of door zelf zwaard en schild op te nemen. Een van de plaatsen die Olivier bezocht was Bedum. Hij preekte daar zo geestdriftig voor de kruistocht dat zijn toehoorders op een gegeven ogenblik in de lucht een kruis meenden te zien. En velen besloten Olivier op kruistocht te volgen. Door het overlijden van paus Innocentius III duurde het 3 jaar tot 1217 voordat de vijfde kruistocht begon. In mei van dat jaar voeren zo'n 80 schepen met Friese en Groningse kruisvaders de Lauwers uit. In Engeland voegden Willem van Holland en Otto van Wiet zich met ruim 200 schepen bij de vloot. Onderweg vocht een deel van het kruisleger met de Portugezen tegen de Mooren. En pas in april 1218 werd het Heilige Land bereikt. De Groningers en de Friezen die dachten dat ze zich in het Heilige Land zouden aansluiten bij een brede coalitie van kruisvaders. Er waren namelijk ook anderen op weg gegaan, bijvoorbeeld Hongaren en Oostenrijkers. Maar dat viel allemaal een beetje tegen, want de Hongaren die waren alweer naar huis. De Hongaarse koning Andreas was namelijk alleen op weg gegaan voor wat souvenirs. En hij had al een kruik die aan Jezus had behoord te pakken en wat hoofden van heiligen. Dus voor hem was het voldoende. Dus de vraag was, wat nu? Door de komst van de Groningers en de Friezen, ja, en ook nog wat Fransen en Italianen en zo, dacht de koning van Jeruzalem opeens van, hé, dit kan toch nog een echte kruistocht worden. En hij stelde voor dat het kruisleger, wat nu weer aardige omvang had, op weg ging naar Egypte om daar de belangrijke havenstad Damiate te veroveren. Het kruisleger trok op naar Damiate aan de mond van de Nijl. Maar de stad die was enorm goed beschermd. 32 torens en dikke muren. En vooral één van die torens, daar hadden de belegeraars enorme last van. Totdat Olivier van Keulen, onze kruisprediker, een enorme vondst had. Tussen twee schepen bouwde hij een houten kasteel
met daarboven een klapbrug. Ze voeren erop af, de brug ging neer. En Hajo van Fivelingo, de Groninger, die pakte zijn vlegelklop met ijzeren ringen en zwaaide in het rond. En baanden een weg voor de belegeraars, die toen Damiate veroverden. Maar helaas, er kwam oneenigheid. Ze wilden meer optrekken naar Cairo. Ze werden in de val gelokt en uiteindelijk werd het hele kruisleger verslagen en Damiate was weer verloren. Na het debakel van Damiate volgden nog 3 kruistochten. In 1269 begon de Franse koning Lodewijk IX de 8e en laatste kruistocht. Hieraan deden 50 schepen met Friezen en Groningers mee. In 1270 ging het kruisleger bij Tunis aan land. Na een hevige strijd werd de stad veroverd. Maar de pest brak uit en velen stierven. Ook Lodewijk bezweek en Tunis ging weer verloren. Slechts een klein aantal kruisridders keerde naakt en berooid terug. Er waren dus Groningers, zoals Hajo van Fivelingo, die op kruistocht gingen. Maar er waren er misschien nog wel veel meer die graag suggereerden dat ze op kruistocht waren gegaan. En hier bij de Stichting Monument en Materiaal is een voorwerpje dat daar wel eens iets mee te maken zou kunnen hebben. Kijk, ze hebben hier een muntspeld die verdacht veel lijkt op die muntspeld in het Groningen Museum. Hij is in 1990 gevonden in de Peperstraat. Maar wat blijkt, als je een beetje beter kijkt, dat hij niet van goud is, maar van messing. Het is dus een imitatiemunt. Het is helemaal geen echte Arabische munt. Er staan wel Arabische tekens op, maar het is allemaal nep. Dus wat denken we nu? Dat iemand met zo'n speld heeft gelopen, het speldje zit ook aan de achterkant, om de indruk te wekken dat hij op kruistocht is geweest. Tot zover de Groninger bemoeienis met de kruistochten. Hopelijk wordt het niet vervolgd.